Dames en heren, welkom bij de Perkes Donderslezing. Hoe waren de hapjes? Ja. Nou, kijk. Dankjewel Esther Heitzer, die heeft ze gemaakt voor ons. Maar nu het serieuze gedeelte, relatief gesproken. Perkes Donderslezing, dus nu gaan we ook echt aan een lezing. En die wordt natuurlijk uitgesproken door Tinkerbell. Tinkerbell, jij staat hier nou een Perkes Donderslezing te doen. Petrus Donders, de zalig verklaarde, nou bijna heilige van Tilburg. Ja, vind je het nou wat om in zijn voetsporen te treden hier? Nou, dat vind ik wel een beetje veel eer, vooral. Ja, waarom? Echt te veel eer? Heel veel eer. Zie je ergens vergelijkingen wel tussen Perkes en jou? Wat hij wilde bereiken, wat jij wil bereiken? Ik denk dat we, en misschien... Geldt dat wel? Dus ik hoop dat het geldt voor deze hele zaal, dat we allemaal het goede proberen te doen. Dus daarin ja. En daar ga je het nu over hebben. Oké, the floor is yours, zoals ze zeggen. Hè? En jij mag die microfoon hebben. Succes. Zo fijn dat ik dan de hele dat het weer helemaal leeg is voor mij speciaal. Voordat ik begin, wil ik eigenlijk even zeggen dat ik een tijdje geleden bij de Pop-up Kerk was in Amsterdam. En er was een try-out van een theatermaakster, Laura van Dolron. En ik moet de credits aan haar. Ik heb een klein beetje gejat van de vorm van haar voorstelling. Als u het mooi vindt, dan google even Laura van Dolron. Zij doet fantastische dingen. En dan ga ik nu beginnen. En ik heb een deel van de lezing die ik ga geven, heb ik opgeschreven. Dat is al bijzonder, want dat doe ik normaal niet. En een deel dat ik dacht, nou dat zit zo in mijn hoofd, dat ga ik je gewoon vertellen. Dan kan ik een beetje lopen ijsberen hier, dan ga ik ijsberen. Goed. Wel, in de persberichten en op de posters staat dat ik u nu vanmiddag ga vertellen hoe we de wereld kunnen redden. Maar de realiteit is, ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat de oorspronkelijke bedoeling van deze Perkes Donderslezing was, dat het een lezing zou zijn over armoede. Uitgesproken door iemand die zijn of haar best doet om armoede te bestrijden. En wanneer je iets wil bestrijden, dan is het verstandig eerst zo goed mogelijk te definiëren wat je precies wil bestrijden. Of in andere woorden, know your enemies. Als kunstenaar zou je denken, dan weet ik best wat armoede is. Want zoals de meeste kunstenaars heb ik zeker de eerste 10 jaar geen cent verdiend. Maar toch ben ik rijk. En altijd al geweest ook. Sterker nog, samen met u hoor ik tot de rijkste van deze aarde. En alle Nederlanders behoren tot de rijkste der aarde. Ook zij die moeten doen met een minimale uitkering of nog minder. Maar een gebrek aan besef van deze rijkdom, dat is armoede. En niet alle rijke of alle inwoners van dit rijke land bezitten de Nederlandse nationaliteit. Er wonen hier zelfs mensen van wie de nationaliteit officieel onbekend is. En wij noemen deze mensen illegaal. En hoe dat kan? Wel, hier in Nederland op het moment dat je geboren wordt, dan zijn we gewend dat er een geboorteakte wordt opgemaakt. En sommige baby's krijgen al zelfs een paspoort en worden ingeschreven in het paspoort van ouders. Wij vinden dat heel normaal. Dus van ons allemaal bestaan er documenten al vanaf het moment dat je geboren wordt. Binnen een paar dagen is het ook verplicht om geregistreerd te worden. Meestal de vader, soms ook de moeder, gaat dan naar het gemeentehuis en gaat een kind inschrijven. Wij vinden dat doodnormaal. Maar dat is helemaal niet zo normaal over de hele wereld. Er zijn heel veel plekken waar dat helemaal niet normaal is. Waar niet eens een plek is waar je je kunt inschrijven. Waar kinderen meestal sowieso doodgaan voordat ze 3 worden. Dus dan wachten we ook nog maar even om ze een naam te geven. Op het moment dat mensen niet worden ingeschreven, dat er geen geboorteakte van bestaat. Op het moment dat mensen zich niet kunnen inschrijven, bijvoorbeeld omdat ergens oorlog is, omdat het niet zozeer in een systeem zit, omdat er zoveel armoede is. En op het moment dat zo iemand later, als hij of zij wat groter, wat ouder wordt, om een situatie in een land moet gaan vluchten. En via allerlei omwegen, denk niet dat dat gemakkelijk gaat. Mensen doen er soms jaren over om ergens te belanden waar ze naartoe willen en waar het zogezegd veilig is. Dat gaat ook niet altijd legaal, in de zin dat om een boottocht te maken naar Europa heb je ook papieren nodig, in principe. En dan moet je wel aan illegale papieren komen. Die moet je kopen. Simpelweg omdat je geen papier hebt, omdat die nooit zijn gegeven.
Op het moment dat je aankomt, bijvoorbeeld in Nederland, zonder papieren of zonder officiële papieren, legale papieren, dan heb je eigenlijk al een probleem. Want hoe ernstig de situatie ook is waar je vandaan komt, op het moment dat je niet met papieren kunt bewijzen dat je bent wie je bent, dan mag je hier niet blijven. En dan ben je illegaal. Dat is armoede. Op het moment dat je je hier in Nederland aanmeldt als vluchteling, dan heb je een paar dagen de tijd om je verhaal te vertellen, om te bewijzen dat je bent wie je bent. Dat is een formaliteit. Het enige waarop gecheckt wordt, is dat bewijs. Niet op je verhaal, niet waar je vandaan zegt te komen, want je zegt het namelijk alleen, maar je kunt het niet bewijzen. En op het moment dat blijkt dat je met valse papier bijvoorbeeld die boottocht hebt gemaakt, dat maakt jou eigenlijk zeker een crimineel, want je hebt valse papieren. Ook al was er geen andere mogelijkheid. Dat is armoede. Op het moment dat je niet kunt bewijzen dat je bent wie je bent, dan mag je niet bestaan. Dat is armoede. Ik wil u graag een verhaal vertellen over Ezzedine. Ondertussen een goede vriend. En hij zit, ik weet niet of jullie ervan hebben gehoord, in de Vluchtkerk in Amsterdam. Is een uitgeprocedeerde vluchteling, een illegaal, uit Zuid-Soedan. En in de afgelopen anderhalf jaar probeerde ik hem te helpen. En Ezzedine's verhaal is er in flarden uitgekomen en ik weet dat het verre van compleet is. De meeste stukken vertelde hij me in de wachtkamer voor hij ergens zijn verhaal moest doen. Steeds weer aan andere mensen. Ik legde hem dan uit dat het belangrijk was om het toch nog een keer te vertellen. Want al deze mensen moesten testen wat zijn mentale gezondheid was. En op basis daarvan werd bepaald of hij psychische ondersteuning en tijdelijke opvang zou krijgen. Ja, weet wel, dat soort tangen met welke jij auto repareren, begon hij dan bijvoorbeeld. Zij alle vrouwen bloot op grond van een government verkrachten vrouwen, allemaal. En dan met tang eerst tong uit de mond trekken. Ja, en dan neus eraf halen. En dan breast eraf. En hier maakte hij een gebaar waarin hij zijn eigen tepels wees. Like this. En nagels. Hij toonde me hoe zijn nagels uit de vingers en tenen werden getrokken. En then they play spelletjes. 1, 2, 3, 4, 5. En dan zij schieten een vrouw. Ezzedine was als kind naast gezet en had moeten toekijken hoe de vrouwen uit zijn dorp letterlijk levend uit elkaar werden gerukt, waarna uiteindelijk bijna iedereen werd doodgeschoten en zijn complete geboorteplaats afgebrand. De beelden staan op zijn netvlies. Echter, de tests en de gesprekken bij de organisatie waar hij geholpen moet worden duren zo lang en er zit telkens zoveel tijd tussen dat Ezzedine steeds meer zelf op zoek gaat naar manieren om nog te kunnen slapen. In het afgelopen jaar dat ik hem probeerde te helpen, is hij meer en meer gaan drinken. This is my medicine, zegt hij, met een glas Aldi bier in zijn hand. Een paar maanden geleden kwam de uitslag van de organisatie. Hij krijgt geen opvang en geen psychische hulp. Dat is omdat hij een drankprobleem heeft. En daar moet hij eerst zelf van afzien te komen, op straat. First things first, zeggen ze daar. En dat is armoede. 2 jaar geleden, ontmoette ik een hele bijzonder man, Wouter de Heij. Hij zit hier in de zaal. Wouter, waar ben je? Ik zie hem niet. Sta eens op. Hij zit erachter. Ja. En dan had ik niet gezegd tegen Wouter dat ik hem aan zou wijzen. Ik ga er even bij ijsberen. En die meneer van de krant die moet nu mee gaan schrijven, want dit doe ik uit mijn hoofd. Hij wil straks mijn opgeschreven stukjes. 2 jaar geleden ontmoette ik Wouter de Heij. En wij gingen uit eten en we hebben een soort gemeenschappelijk interesse en dat is namelijk voedsel en sustainability, duurzaamheid als het gaat over voedsel. En ik dacht zelf dat ik daar best wel wat van af wist, eerlijk gezegd.
En Wouter is wetenschapper en hij is gespecialiseerd in voedsel en sustainability. Hij heeft een bedrijf, Top, en zij zorgen voor manieren om voedsel langer te kunnen bewaren. Wereldwijd gooien we ongeveer 40% van alle voedsel weg. En een deel daarvan gooien we weg omdat het bederft. En op het moment dat je een betere verpakking hebt, kun je het langer bewaren en dan heb je minder reden om het weg te gooien. Wij spraken aan tafel en het was heel erg bevestigend. Dus Wouter vertelde iets en dan zei ik, oh ja, 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 ja. En dan zei ik iets en zei hij, oh ja, 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 ja. En op een gegeven moment zei hij, nou, hij begon over dat fosfaatprobleem. En toen dacht ik, fosfaatprobleem? Ik had echt geen idee wat het fosfaatprobleem was. En ik zie u nu zo een beetje vragend kijken en u heeft volgens mij geen idee wat het fosfaatprobleem is. Wel, Wouter schetste een doemscenario. En ik ga het een beetje in het kort uitleggen. Wouter, als ik het niet goed doe, moet je me corrigeren. We hebben heel lang een soort van een circulaire economie gehad. Dan heb ik het specifiek over voedsel. Wat je leert op de kleuterschool is dat om te kunnen leven, en dat geldt zowel voor een plant als voor een dier als voor een mens, heb je zuurstof nodig en heb je water nodig. Maar wat een derde element is, wat minstens net zo belangrijk is, dat is fosfaat. En fosfaat zit in de grond. En als een plantje gaat groeien, dan haalt hij water uit de grond, maar haalt ook fosfaat uit de grond. We hebben allemaal wel eens gehoord van uitgeputte grond. Een uitgeputte grond betekent grond waar de grondstoffen eigenlijk op zijn. En waar dus bijvoorbeeld geen fosfaat meer in zit. En dan groeien er geen plantjes meer op, want er kan geen plantje groeien zonder dat fosfaat. Vroeger was het zo, tot iets meer dan 100 jaar geleden, dat die plantjes die groeien, en wij aten ze op. Wij aten de dier op en zo kwam het fosfaat weer in ons lichaam. Wij poepten en plassen dat fosfaat weer uit en dat stopten we in een emmertje en dat brachten we terug naar het land. En zo konden de plantjes het weer uit de grond halen. We zijn steeds meer in steden gaan wonen en toen moest er een soort oplossing komen voor en al die poep en die plas. Maar ook moesten op kleine gebieden, moest voor heel veel mensen moest voor eten gezorgd worden. We hebben toen het rioolsysteem bedacht. We zijn riolen gaan aanleggen met als gevolg dat we geen poep en plas meer naar het land brachten. Maar dat spoelden we zo lekker de oceaan in. En dat betekent dat ons fosfaat niet meer terug ging naar het land, maar de oceaan in. En daar kun je er niet meer bij. Daarnaast zijn we kunstmest gaan maken. En voor die kunstmest zijn we fosfaat uit mijnen gaan halen, voornamelijk uit Marokko. In 40% van de fosfaatvoorraad ter wereld ligt in Marokko. Wel, wat is nu het probleem? Iets meer dan 100 jaar geleden waren we met 1 miljard mensen. We zijn heel erg gaan groeien. We zijn nu zitten op 7,4 miljard mensen. In 2050 zitten we op ongeveer 9,5 miljard mensen. In 2100 11 miljard mensen. Dat is de prognose. En al die mensen moeten eten en we eten steeds meer. Het gaat steeds beter met ons, dus we gaan steeds meer consumeren. Dus ook per persoon eten we steeds meer en we worden ouder, gezonder, et cetera. Dat is allemaal mooi. Maar dat fosfaat, dat raakt op. Die mijnen die raken uitgeput. En er verschillen nogal in de prognoses. Maar sommige mensen zeggen, nou, over een jaar of 30 is het fosfaat al op. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, nog wel 80 of nog wel 100 jaar. Maar wat een gegeven is dat het fosfaat opraakt. En op het moment dat het fosfaat op is, dat we het niet meer uit die mijnen kunnen halen, dan kunnen we nog voor maximaal 3 miljard mensen eten verbouwen. En we zijn dan met 11 miljard. En dat is een probleem. Dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag, dat gaat in stapjes. En dat betekent dat we, nou, en de schatting is over een jaar of 10 gaan we het merken, gaan de voedselprijzen misschien al wel verdubbelen, omdat de fosfaatprijs zo hoog wordt, omdat het schaarser wordt. Je kunt je voorstellen dat dat heel veel onrust betekent in de wereld. Mensen gaan op zoek naar eten, naar betaalbaar eten, naar plekken waar eten is. Meer verschuivingen op de wereld. Drama. Wouter vertelde me dit verhaal en ik dacht, houd toch op. Wat een onzin. We hebben de afgelopen 100 jaar zoveel uitvindingen gedaan. En er zijn zoveel problemen die de revue zijn gepasseerd. En waarvan we dachten, nou, nu vergaat de wereld, houdt het echt op. En we hebben elke keer weer iets bedacht. Dit is bullshit. Ik vergeleek Wouter met iemand die in marsmannetjes gelooft. Ongeveer een half jaar daarna werd ik toevallig gevraagd door het World Food Festival in Rotterdam om iets te doen, een project te bedenken. Dat zijn de vragen die wij kunstenaars krijgen. Doe iets met de toekomst van ons voedsel. En ik dacht aan het verhaal van Wouter, gekke Wouter die in marsmannetjes gelooft.
En een beetje gemeen misschien, maar ik dacht, ik ga die Wouter een beetje voor gek zetten. Ik ga hem vragen, kijken of hij erin trapt, of ik hem mag interviewen, of hij dat doemscenario, wat zo belachelijk is, of hij dat nog een keer in een camera wil zeggen. En wat ik dan ga doen, dan ga ik bewijzen dat wat hij zegt totale onzin is. En dat er natuurlijk wel toekomst is voor ons allen, voor ons voedsel. En het verbaasde me dan ook een beetje dat Wouter daar intrapte en zei, ja, dat is goed. Goed idee. Ik wil het zelfs wel een beetje mee financieren. Ik vind het heel goed dat je daar film over wil maken. En nou goed, dat hebben we gedaan. En ik ben begonnen met het verhaal met Wouter. En toen dacht ik, oké, stel je voor dat het verhaal van Wouter klopt. Dat dit doemscenario waar is. Hoe kan het dan dat het woord fosfaat in geen enkel politiek programma staat? Nog in Nederland, nog waar dan ook ter wereld. Het bestaat niet. Dus ik dacht, ik ga gewoon eerst 3 politici en dan zo breed mogelijk ga ik vragen of zij daar een antwoord op hebben. En kijken of ze überhaupt ooit van dit fosfaatprobleem, wat volgens mij niet bestaat, of zij daarvan hebben gehoord. En ik vroeg Dion Graus van de PVV, van wie ik dacht, Ik vroeg Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Nou, die was ooit de directeur van Greenpeace. Die dacht, die weet er misschien wel wat van. En Jacco Geurts van het CDA, over landbouw gaat hij. En alle 3 gaven ze hetzelfde antwoord. Ja, dat verhaal klopt. En daar was ik een beetje in de war. Want er is hier een doemscenario. We hebben straks nog voor maximaal 3 miljard mensen voedsel. En we zijn dan met 11 miljard. Het staat nergens in het politiek programma. Maar hier 3 politici van heel verschillende partijen zeggen al de ja, dat klopt. En natuurlijk vroeg ik ze ook alle 3 hetzelfde. Van oké, waarom staat dit niet in jullie programma? Waarom is dit niet een heel groot issue? En daar gaven ze alle 3 hetzelfde antwoord op. Namelijk, politiek is iets van de lange termijn. Of van de korte termijn. En dit is een lange termijns probleem. Pas over 1 jaar of 10 gaan we dat merken. En politiek is 4 jaar. We moeten campagne voeren. En over 4 jaar zijn er dan weer verkiezingen. En ja, dat past niet. Dus ook geen partijprogramma. En het is ook nog eens een doemscenario en dat verkoopt niet zo lekker. Daar stemmen mensen niet op. Lisbeth van Tonger voegde daar wel aan toe. Ze zei van, ik ben blij dat jij hier nu wel een film over maakt. Want politiek werkt ook zo dat er altijd een aanleiding moet zijn om iets een politiek agendapunt te maken. Op het moment dat jij een film maakt over fosfaat, dan kan dat misschien een aanleiding zijn. En kunnen we een keer kamervragen stellen of zoiets dergelijks. Nadat ik deze 3 politici had geïnterviewd, ben ik een heel spectrum aan experts op het gebied van grondstof, op het gebied van fosfaat, op het gebied van milieu, et cetera, gaan interviewen. Onder andere een Dolf Boddeke, ik weet niet, een bioloog, gebied op zee. Louise Vesco is er misschien bekend. Een hele rits. En wat mij duidelijk werd, is dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om dit fosfaatprobleem uit te stellen. Maar dat het opraakt is een feit. Maar we kunnen het misschien nog wel met 1000 jaar uitstellen. De enige mogelijkheid om dat uit te stellen is politieke urgentie wereldwijd. Mijn conclusie, de film, ik moest in 2 maanden gemaakt worden. Dit was hel, zeg maar. Het was verschrikkelijk. In 2 maanden een film maken zonder je voorbereid te hebben en ineens wat doen. Dat is absurd. Maar goed, dat gingen we doen. In de loop van de interviews, toen was ik iets meer dan 1 maand bezig. Ik had nog 3 weken de tijd om het af te ronden. Toen begon het erop te lijken dat dit probleem inderdaad echt het probleem was. Het doemscenario van Wouter klopt. En toen dacht ik, ik moet een soort eindconclusie in die film. En toen ben ik naar de huisarts gegaan en ik heb dit uitgelegd aan mijn huisarts. Dit is aan de hand, fosfaatprobleem, we hebben straks geen eten meer. Het lijkt erop dat eigenlijk de enige oplossing is dat we met minder mensen moeten zijn strakjes. Want we hebben gewoon geen eten voor al die mensen. Dus ik wil me graag laten steriliseren. Kun je me doorverwijzen naar het ziekenhuis? En dat kon. Ik ben ouder dan dat ik eruit zie. De sterilisatie werd gepland op de laatste dag dat we konden filmen.
En ik mocht van mezelf nog tot de laatste momenten mocht ik besluiten om het niet te doen. Als er misschien een of ander expert kwam die met een fantastisch ander idee had. Of die een fantastisch ander plan had. Maar dat kwam niet. Mijn conclusie was dat er is wel een theoretische oplossing. En dat is eigenlijk een alleenheerser, wereldwijd. Die nu een wereldwijde eenkindswet gaat instellen. Zodat we in een paar generaties kunnen we weer zakken naar die 3 miljard mensen. En dan is het oké. Maar dat is natuurlijk alleen maar een theoretische oplossing. Want ik denk niet dat er iemand hier is die graag een alleenheerser wil, wereldwijd, die een eenkindswet gaat instellen. Al was het maar omdat een eenkindswet zou betekenen dat eigenlijk onze menselijkheid wordt afgenomen. En dat is ook niet wat we willen. Maar ik vond wel dat nu ik zo vol was van dit probleem, dat ik wel mijn eigen verantwoordelijkheid moest nemen. En ook als kunstenaar is het mijn vak om uiterste consequenties te laten zien van situaties in de wereld. Dus die sterilisatie ging door. De film eindigt met dat ik wakker word in het ziekenhuis huilend. En 6 dagen later werd voor het eerst in de Tweede Kamer 6 uur lang het fosfaatprobleem besproken. Dat is armoede. En het is ook armoede dat het kennelijk nodig was om zo'n daad te stellen, om zoiets in de politiek te krijgen. Wel, ik wil nooit meer van iemand horen dat kunst de wereld niet kan veranderen. Maar komende dinsdag, dus 1 jaar na de film, laat ik mijn pen vallen. Komende dinsdag wordt er ruim 1 jaar na de film een motie ingediend, waarin staat dat de terugwinning van fosfaat en het hergebruik ervan in de zogenaamde meststoffenwet wordt opgenomen. Als dit doorgaat, mensen, dan is dat uniek in de wereld. En het woord huge is een understatement. Maar toch is het nog niet zeker of deze motie of die het gaat halen. U weet het vast nog wel, vorig jaar met de lokale verkiezingen, toen schandeerde zeg maar Geert Wilders in een zaaltje met mensen: willen jullie meer of minder Marokkanen? Mensen wilden minder Marokkanen. Dat is armoede. En een begrijpelijke, zeer begrijpelijke reactie van de PvdA naar aanleiding van dit incident is dat ze besloten om de PVV voortaan te boycotten wegens racisme. En sinds die dag ondersteunt de PvdA geen enkele motie meer die is ingediend door de PVV. Wel, de motie waarin staat dat de terugwinning van fosfaat en het hergebruik ervan in de meststoffenwet wordt opgenomen, is ingediend door Dion Graus van de PVV. Dat is armoede. Het indienen van moties is niet meer van deze tijd en wanneer we iets belangrijks geregeld willen krijgen, doen we het wel op een andere manier. Zo is de stelling van de PvdA. Politiek van vandaag is niet alleen iets van de korte termijn, maar het gaat ook steeds minder over idealen. Wat van belang is, is wie je vrienden zijn en hoe je gezien wordt. Bijvoorbeeld tegen Marokkanen of tegen racisten. En dat is armoede. En trouwens, over racisme. Zwarte Piet. Armoede. Wanneer je de intentie hebt om iemand, om wat voor reden dan ook, heel erg hard te kwetsen, diep te raken en pijn te doen, wanneer je de intentie hebt dat iemand zich door jou toedoen afschuwelijk en misschien zelfs minderwaardig voelt door iets wat jij dus zegt, en als dat lukt, nou, dan voel je vast helemaal de man. Dat het jou gelukt is om iemand anders zich super kut te laten voelen.
Maar stel je nou voor dat het helemaal niet je intentie is om iemand heel erg hard te kwetsen. Dat het helemaal niet je intentie is om iemand diep te raken, om iemand pijn te doen. En dat het absoluut niet de bedoeling is dat wie dan ook zich afschuwelijk en misschien zelfs minderwaardig voelt. Want we zijn namelijk allemaal gelijk, niet waar? Maar stel je voor dat je per ongeluk iets doet waardoor iemand anders zich toch zo ellendig voelt. Dat is beroerd, hè? Dat is armoede. Dus sodemieten een eind op met het argument dat Zwarte Piet helemaal niet bedoeld kwetsend of racistisch is, puur om je feestje te blijven vieren op de manier zoals je altijd al deed. Dat is namelijk armoede. Weet u, het is natuurlijk heel erg moeilijk om je altijd maar in anderen te verplaatsen. En weer moet ik denken, als ik dit zo zeg, aan een incident met een niet welkome vluchteling in ons rijke land. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen. Of jullie van de naam Renata Akamirjan hebben gehoord. Maar ik heb haar 2 weken geleden een open brief geschreven. Die is ook gepubliceerd in Trouw. En ik wil die graag aan u voorlezen. Ik ga er even bij ijsberen. Lieve Renata, het is al een paar maanden geleden sinds mijn vorige brief. Weet je nog? Ik had je dat pakje gestuurd met kleurpotloden en een envelopje met daarin een klavertje 4, omdat je wel wat geluk kon gebruiken. Ik schreef je dat wanneer ik me ziek of verdrietig voel, ik dan probeer het van me af te schrijven of te tekenen. Dat helpt. En dat ik hoopte dat het jou ook goed zou doen. Ik weet niet of je in de hemel ook kunt tekenen of schrijven. En ik vraag me af of je, wanneer je van daarboven, vanuit de wolken naar beneden staart, nog pijn of verdriet ervaart. Heb je, wanneer je in de hemel bent, eigenlijk nog verwerkingstijd nodig van al die aardse ellende? Vanmorgen bekeek ik de uitzending van De Vijfde Dag nog eens, waarin je net samen met je familie vanuit Nederland was uitgezet naar Polen. Dat was makkelijk, want jullie waren oorspronkelijk via Polen naar Nederland gevlucht. En de wet zegt dat wanneer je als vluchteling Europa binnenkomt, je asiel moet aanvragen in het eerste land waar je binnenkomt. En jullie zaten in het AZC in Baaksum toen het bloeden in je neus begon. Weet je nog, toen je klier op begonnen te zetten en toen er blauwe plekken op je huid verschenen. Een paar weken lang smeekten je ouders om een bloedtest. Je kreeg paracetamol. Vanuit Baaksum werden jullie tijdelijk in een cel in Zwolle geplaatst, waar niemand je wilde onderzoeken. Jullie werden overgeplaatst naar het detentiecentrum in Rotterdam. In Rotterdam, waar je watjes kreeg om in je neus te stoppen tegen het bloeden. Lieve Renata, ik hoop dat je weet dat je ouders alles op alles gezet hebben om je toch te laten onderzoeken. Dat het niet aan hen heeft gelegen. En wij Nederlanders hadden je, als jij onze dochter van 6 was geweest, ook al lang naar het ziekenhuis gebracht, natuurlijk. Maar je moet begrijpen dat ons land een land is met een systeem. En het systeem is dat we alles op alles zetten om zo min mogelijk vluchtelingen op te nemen in ons land. En dat is zo bedacht omdat wij een van de rijkste landen zijn ter wereld. En dat is iets wat we graag zo houden. En in jouw geval was het makkelijk. Jullie zijn via Polen gereisd, dus Polen was dus je eerste Europese land waar jullie binnenkwamen. Jullie moesten daar ook een asielaanvraag indienen, niet bij ons. Maar wanneer er hier bloed bij jou was geprikt, dan was er officieel vastgesteld dat je te ziek was geweest om uitgezet te worden. En dan hadden wij jou en je familie toch hier op moeten nemen. Begrijp je dus dat we geen keus hadden, lieve Renata? Ik hoorde een arts zeggen dat ruim 90% van de kinderen die leukemie krijgen in de vorm die jij had, het overleven, mits ze op tijd behandeld worden. Dat je,
als je 5 dagen later in Polen was aangekomen, je in een Nederlandse cel was gestorven. Na de televisieuitzending met die uitspraak van die arts, ontstond er zoveel ophef over ons systeem dat we jou en je familie toch terug naar Nederland haalden. En toen hebben doktoren alsnog hun best gedaan. En ik hoorde dat meneer Fred Teven een paar weken geleden zelfs nog persoonlijk bij je op bezoek is geweest. Het is daarom extra verdrietig dat je nu toch bent overleden. Lieve Renata, het spijt ons. Ik hoop dat je dat weet. En anders, maak je nog een mooie tekening met het uitzicht vanuit de hemel? Armoede. Een dag voor ik deze brief schreef, sprak ik Hans Spekman, de partijvoorzitter van de PvdA. We waren uitgenodigd door het Humanity House in Den Haag om over de situatie van textielarbeiders in Bangladesh te praten. En voor we het podium beklommen zaten we naast elkaar op de tribune en hij fluisterde in mijn oor dat hij het niet altijd met me eens was. Maar dat hij het wel goed vindt dat ik doe wat ik doe. Ik vroeg hem daarop waar hij het dan recentelijk niet mee eens was geweest. Nou, je tweet van vanmorgen, zei hij. En ik keek hem vragend aan. Ja, je tweette iets over de dood van Renata. Dat de dood van Renata een consequentie is van de uitvoering van het huidige asielbeleid. Ja, maar dat is toch ook de consequentie, zei ik. Nee. Want ook al was ze wel behandeld geweest, ook dan was ze dood gegaan. Maar de artsen zeggen dat 90% van de kinderen die op tijd worden behandeld wel genezen. Ik geloof dat niet, zei hij. Ik ken ook mensen die leukemie hadden, die zijn ook allemaal dood gegaan. Dat is armoede. Het bagatelliseren van een doodziek kind, een 6-jarig kind, wat wekenlang met een bloedneus, blauwe plekken, uitslag op de huid, opgezette klieren rondloopt. Dat is armoede. En voor wie nu denkt, waarom begint die Tinkerbell nu weer over iets met vluchtelingen? Wel, ik heb het even uitgerekend. Over de wereld verspreid vluchten nu ruim 52 miljoen mensen. En dat is ongeveer 1 op de 142 mensen op de wereld die dus vlucht. Mensen vluchten voor oorlog, een gebrek aan voedsel en armoede. Mensen vluchten voor een gebrek aan een humaan bestaan. En straks, wanneer we met nog meer mensen op deze aarde zijn en voedsel duurder wordt omdat grondstoffen zoals fosfaat duurder worden, omdat ze schaarser worden, zullen nog meer mensen elders op zoek gaan naar eten. We zullen nog meer vluchtelingen gaan krijgen. En straks, wanneer de zeespiegel nog wat verder stijgt door klimaatveranderingen en er stukken land zullen overstromen, zullen mensen vluchten voor de zee en op zoek gaan naar een nieuwe plek om te wonen. Door meer mensen, meer schaarste van grond, meer schaarste aan drinkwater, grondstoffen en voedsel, zal meer onrust ontstaan op deze wereld, met als gevolg nog meer vluchtelingen. Armoede. En over dat gebrek aan voedsel. Op dit moment wordt ongeveer 40% van onze wereldvoedselvoorraad weggegooid. In Nederland alleen al wordt ongeveer 5 à 10% van alle groente en fruit verspild. En een groot deel van deze verspilling vindt plaats door, als u het mij vraagt, idioten, marktmechanismen. De prijs van voedsel is namelijk soms zo laag dat het voor een boer meer geld kost om alles te oogsten dan wat die oogst daadwerkelijk zou opleveren. En ja, dat is armoede. Maar vooral ook in restaurants worden enorme hoeveelheden eten weggegooid. Of wat te denken van zoiets als de voorverpakte belegde boterhammen die je op het station koopt. Ooit gezien dat het kapje van een brood werd versmeerd? Nee, inderdaad. Die kapjes die worden weggegooid. Armoede.
En weet u, denk nu niet dat dit als argument kan dienen om te bewijzen dat we straks niet met een enorm voedseltekort te maken gaan krijgen. Want kent u misschien iemand die al die broodkapjes bewaart? Nee. Armoede. We consumeren te veel. We eten te verkeerd. Heeft u enig idee wat er nodig is voor een hamburger van 200 gram? Ik ga het even opsommen. Een hamburger, 200 gram. Daarvoor is nodig 3 kilo graan. 200 liter water. 7 vierkante meter grond om een koe op te laten grazen en zijn voedsel op te laten groeien. 1093 kilojoule aan fossiele energie om voedsel te verbouwen en zowel de koe als zijn voedsel te transporteren. En dit is alleen nog maar een hamburger van 200 gram. In Nederland eten we gemiddeld 85 kilo vlees per persoon per jaar. Dat is armoede. En heeft u wel eens gehoord van zogenaamde eendagskuikens? Het zijn er in Nederland officieel zo'n 45 miljoen per jaar. Haantjes die binnen een paar uur nadat ze uit hun ei zijn gekropen worden vergast. En de kans dat u zich nu afvraagt waarom er in godsnaam 45 miljoen kuikentjes net na de geboorte worden vergast, die is redelijk groot. En als je het mij vraagt, terecht. Wel, nu het antwoord is eigenlijk heel erg simpel. Dat is geld. Het kost namelijk ongeveer 6 weken om een kip vet te mesten voor consumptie. De zogenaamde plofkip. Een niet-plofkip mag zo'n 8 voor een scharrelkip. Of 11,5 week, dat is voor een biologische kip, weken oud worden. En een haan daarentegen heeft zeker 14 weken nodig om zo groot te worden dat het de moeite is om hem in een braadpan te leggen en dat is dus te duur. Daarnaast heeft de haan de pech dat hij geen eieren kan leggen en de combinatie van deze twee zaken maakt het bestaan van de haan binnen onze voedselindustrie compleet zinloos. Wel, nu was er een aantal jaar geleden al een uitvinding gedaan waarmee je, voordat de kip uit het ei kruipt, al kan zien of het een mannetje of een vrouwtje is. En deze techniek zou er in theorie voor kunnen zorgen dat je haantjes niet uit hun ei laat kruipen, waardoor je geen haantjes hoeft dood te maken en waardoor je de eieren met haantjes erin zou kunnen eten. En dat zou betekenen dat je ook de helft minder leghennen en de helft minder broedhennen nodig hebt. Maar om dit soort zaken uit te kunnen / mogen voeren, heb je met allerlei wetgeving te maken. En onderdeel van zo'n traject, wat loopt bij een ministerie, is de zogenaamde burgercommissie. En deze kleine groep van slecht geïnformeerde willekeurige burgers moet namelijk bij veel nieuwe ideetjes testen of iets ethisch lekker ligt bij de bevolking. Wel, de conclusies van deze slecht geïnformeerde burgercommissies zijn veelal bepalend voor wetgeving. En zo kon het gebeuren dat een paar slecht geïnformeerde burgers bedacht dat ze het zielig vonden om abortus te plegen op eieren. En dat is inderdaad de term die werd gebruikt. Want elke haan heeft toch het recht om op het gegeven moment uit zijn ei te mogen kruipen. Het gevolg? De uitvinding mocht niet in praktijk gebracht worden. En ja, dat is armoede. Na een opsomming van zoveel ellende heb ik toch een beetje goed nieuws voor vandaag. Want nu, een paar jaar later, dus een paar jaar na deze burgercommissie, en een kennelijk iets verstandiger wordend ministerie, lijkt van gedachten te veranderen, waardoor deze briljante uitvinding waarschijnlijk zo ergens half 2015 toch uitgevoerd mag worden. Helaas is er wel nog een ander probleem. Namelijk wij zelf. Wij Nederlanders vinden het idee dat er een haantje in onze eieren zit zo smerig, dat we al die onuitgeproede eieren nog steeds niet gaan consumeren. En ja, dat is ook armoede.
En ik heb nog meer te vertellen vandaag, namelijk de aanleiding waarom ik 2 weken geleden met Hans Spekman in gesprek ging. Hij, of de PvdA, net hoe je het bekijkt, vindt het belangrijk dat textielarbeiders, onder andere in Bangladesh, onder goede omstandigheden werken voor een fatsoenlijk loon. En ik vind dat ook belangrijk. En u vindt dat waarschijnlijk ook belangrijk. Sterker nog, ik denk dat iedereen dat belangrijk vindt. En toch gebeurt het niet. En ja, dat is armoede. De lonen in de textielbranche in Bangladesh zijn vorig jaar namelijk al flink verhoogd. Van minimaal ongeveer €40 tot maximaal ongeveer €50 per maand is het opgeschoven naar minimaal ongeveer €50 naar maximaal ongeveer €60 per maand. Dus met €10 per maand verhoogd. De kosten om een kind naar school te sturen bedragen ongeveer €50 per maand. Dat is ook armoede. We willen het allemaal, maar we vinden ook allemaal dat de verantwoordelijkheid bij iemand anders ligt. De consument wijst naar de labels. De labels wijzen naar de fabriekseigenaren die te veel in hun zak steken. De fabriekseigenaren wijzen naar de westerse bedrijven die hoge eisen stellen, waar hoge kosten aan vastzitten. En de westerse bedrijven wijzen naar de politiek, enzovoort, enzovoort. Armoede. Ik zelf denk dat wanneer wij willen dat de mensen die onze kleding fabriceren dat moeten kunnen doen onder goede omstandigheden voor een eerlijk loon, dat wij daar ook zelf een verantwoordelijkheid in hebben. Ik zeg niet dat wij als land of als individuen in 1 keer alle problemen kunnen oplossen, maar ik geloof wel dat wanneer ieder land, ieder gemeenschap en elk individu zijn of haar eigen verantwoordelijkheid zou nemen, we een aardig eind in de buurt komen. Tijdens het debat met Hans Spekman stelde ik hem het volgende voor, namelijk een textieltax, textielbelasting van 2%. Op elke €100 die we uitgeven aan kleding zou dan €2 extra belasting komen. En deze €2 gaat voor deze keer eens niet in een mooie nieuwe snelweg, maar in een speciaal fonds voor goede werkomstandigheden en loon van de arbeider in de fabriek, waar dan ook. 2% op alle textielverkopen levert een enorm bedrag op, wat vast niet allemaal direct bij die arbeider terechtkomt. Maar met goede mensen, expertise en vooral goodwill nemen we een eerste stap en laten we ook zien waar we staan. Hans schudde nee, resoluut. Het resultaat zou symbolisch zijn en met symboliek red je de wereld niet. Dat is armoede. Ik denk namelijk dat je de wereld daar wel mee redt. Ik denk dat het goede voorbeeld geven altijd het beste is wat je kan doen. Als land, als gemeenschap of als individu. Maar ik sta hier niet om Hans Spekman van de PvdA in kwaad daglicht te stellen. Integendeel. Hans is namelijk nog een van de good guys. Juist daarom. Dat is dus armoede. Het is armoede omdat het zo ingewikkeld is om het goed te doen. Armoede omdat goed doen voor het een ook vaak een negatief effect heeft op het ander. En armoede omdat er zoveel armoede is dat we door de armoede niet meer zien. In de persberichten en op de posters staat dat ik u vanmiddag zou vertellen hoe we de wereld kunnen redden. Maar de realiteit is, ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat wanneer je iets wil redden, dat het verstandig is om zo goed mogelijk te definiëren wat je wil redden en waarvan je het wil redden. Maar ik geloof dat de som van alles wat misgaat op deze wereld valt samen te vatten in 1 woord en dat is armoede. Armoede in denken, armoede in inleven, armoede in het leggen van verbanden, armoede in verantwoordelijkheid, armoede in gelijkheid, armoede in de zorg voor alles wat we niet zien.
als armoede het probleem is, en er zoveel van is, in zoveel vormen, dat de opsomming van een fractie daarvan al maakt dat het begint te duizelen, dan is het probleem van dit probleem misschien wel dat het ons kan lamslaan. En dan hebben we pas echt een groot probleem. En daarom, misschien wel tegen beter weten in, bestrijd de armoede. Eet minder vlees. Gooi geen eten weg. Word lid van een politieke partij en bemoei je met de koers die we opgaan als land of als gemeenschap. Wees aardig voor je buur. Meld je aan als vrijwilliger bij vluchtelingenwerk. Ze hebben daar nog heel veel mensen nodig. Doe iets kleins. Doe iets behapbaars. Red de wereld. Tinkerbell, hartstikke bedankt voor deze mooie lezing, deze inspirerende lezing. Het was een prachtige Pirkendonderslezing dit jaar. Ik denk dat deze toch wel heel erg inspirerend is. Dat is uitermate inspirerend. Weet je wat ik zo mooi vond? Even om te beginnen bij Pirkendonders, die man die kon niet anders. Die kwam in Suriname, hij zag hoe slaven mishandeld werden en hij zette zich voor hen in. Tinkerbell liet zich steriliseren toen ze het verhaal van Wouter van Heij hoorde. Ze kon niet anders dan de conclusie trekken. Ik denk dat we dit onder andere geleerd hebben vandaag. Mensen, ze kunnen vaak niet anders en geven gehoor aan hun binnen primaire impulsen om mensen te helpen. Goed, dames en heren, we gaan danken Tinkerbell, onze belangrijkste en mooiste spreker van vandaag. Dames en heren, een warm applaus voor Tinkerbell.